Oh. Je hebt ook gelijk. Agent achteraan. Agenten, ja. Je hebt hem niks aan die smoke, volgens mij. Nate. C4. Moet je even laten denken dat ze winnen, hè. Stap ze uit en blaas je ze op. Ik geef me over. Het spijt me. Of niet. Aha! Oké, we gaan verder. Even die woud allemaal achter ons aankrijgen. Dan moet je even kijken. Weet je wel, ik kijk alvast op de kaart. Waar we uiteindelijk heen moeten naar onze Travis zijn hutje. Dat was hier ergens. Ja. Dat is best een eind weg. Eigenlijk wil ik niet over de weg rijden, maar dat doen we dan toch maar. Gewoon een beetje over het gras en alles. Gewoon een beetje banjeren. Dat is leuk. Maar gewoon die snelweg is op zich best saai. Maar ja, dat is wel de enige manier om heel snel te komen. Ja, snelweg, snap je hem? Haha, snelweg. Oké. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt tot we heli's achter ons aankrijgen. Wat? Oh shit, ik heb een granatenmand. Oh crap. Ik moet oppassen, ik hield ze te lang in mijn hand. Ik kan de busje opblazen. We gooien gewoon allemaal granaten eruit. Ziet misschien wel gezellig uit. Zo'n kerstfeer, zo boom 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 boom. Net oud en nieuws, vuurwerk jongens. En die moet toch gewoon raak zijn. Als het dan niet meer raak, dan weet ik het ook niet meer. Hier, ziet hem vliegen, hij is alleen niet kapot. Dat is ook een goed ding. Oh, we moeten helemaal de andere kant op. We gaan hier gewoon ergens omhoog. Volgens mij is je wel bijna kapot, man. Hij rijdt zo traag ineens. Oh, zie je dat? Dat kan een multiplayer ook, hè. Ik heb met meerdere mensen aan zijn auto hangen. Maat van mij heeft toevallig ook zijn auto. Ziet er fucking vet uit. Oh, we hebben heli's achteraan. Oh, we hebben al 4 sterren. Lols, ik had niet eens gehad dat we nou al 4 sterren hadden. Nou, dat is gunstig. Hoef daar in ieder geval geen moeite mee voor te doen. Oh, crap. Nee. Waarom kan ik geen kroven glas doen? Dat zal iets handiger zijn, want ik ben nu al van mijn armor af. Ik ben amper begonnen en ik ben al half dood. Ik ga sowieso hier even ijs omhoog. Ik weet mijn god niet waar die uitkomt, maar dan zien we snel zat. Oh crap. Nee, ik duw een verkeerde knop in, jongens. Ik moet echt heel te twijfelen van welke knop moet ik ook induwen. En dan zit ik allemaal radio's te switchen en te doen. Het is radio dan. Ja, weet ik veel. Plaats naar beneden of zo. Oh crap. Nope. Zo, die was wel badass. Dus achteruit. Als die heli er nou ook nog bij was, dan was het echt compleet geweest. Volgens mij moet je echt, als je een ontsnapping wil doen, moet je een politieauto nemen. Volgens mij zijn die veel beter dan alle andere auto's. Ze zijn ook veel sneller, jongen. Als je hem ooit ziet, als je een dikke sportauto hebt, en iemand anders zit de politieauto, dan houden ze je nog gewoon bij of ze halen je zelfs in. Dus dat is best wel dom. En het lijkt erop dat we dus off-road gaan. Niet echt gepland, het water, maar oké. Tof. Ziet er wel vet uit, natuurlijk route, man. Ik ben benieuwd hoe diep dit wordt, want als mijn auto daar ineens zegt van nee, dan heb ik wel een probleem. Ik ben benieuwd hoe dit uitkomt. Oh mooi, het is hier niet heel diep. Ik zal wel, denk ik, heel eventjes hier uit moeten, want dit wordt wel dieper. Mop. Die helis, jongen, daar heb ik echt het grootste probleem mee. Kijk maar de helft. Ik ben al bijna dood. Eén voordeel, ik heb bulletproof tires. Maar die dingen kunnen volgens mij wel kapot op zijn duur. Dus ja. Dan heb ik nog een probleem. Ze gaan sowieso dan toch gewoon een keer kapot. Want als die mensen met een 50 caliber op staan te schieten of zo, dan houdt hij dat niet vol. En waar de fuck ben ik? Ben bij die badenbaan of zo, weet je. Staat hier niet iets heel vet, heel toevallig. Oh, hier staat al die zeppelin. Toch? Maar die kan ik je oproepen. Hier kan ik een zeppelin krijgen. Dat zou wel vet zijn. Epic Zeppelin Escape. Ik ga kijken dat ik die kill kan bellen. Hallo, ik kan een Zeppelin bestellen. Voor de mensen die dat niet kunnen doen, dat kan dus alleen als jij, weet ik veel, volgens mij pre-ordered had of zo. One available right now. Oh shit, die ding is traag, maat. Die politie is veel sneller. Oké. Weet je wat we moeten doen? We moeten toch echt zorgen dat die politie weggaat. En er is maar één manier voor. En dus opblazen. Oh, ze zijn helemaal niet zo ver. Ik weet nog steeds niet welke knop ik nou moet doen. Rechts of links? Links, oké. Nog een keer.
Nou is hij kapot. Boom! Nee! Het is nog niet kapot. Oh, dat is radio. Die jongen, daar ben ik er vanaf. Die zijn zo irritant, die mensen. Eigenlijk had ik dat niet moeten doen, dan had ik zijn auto kunnen pakken. Kom op. Oh crap. Oh crap. Nee, misschien niet slim, daar zit ik vast. Oh. Waar komt die zeppelin? Oh, die zeppelin, die komt nou niet hier. Ah, damn it. We gaan wel de zeppelin escape. Dat is fucking sick. De zeppelin. Dat is gewoon zo awesome. Nee, die zeppelin is daar. Vraag. Ik ben hier. Ik kan daar naartoe. Of we gaan eerst een vliegtuig pakken. Dan gaan we het vliegtuig naar de zeppelin. Pakken we daarna de zeppelin. Daar doen we. Dat is het idee. Ik weet zeker dat ik niet ver kom in deze auto. Kijk deze auto, man. Hij valt bijna uit elkaar. En ik heb bijna geen helft meer. Nou zou ik cheats moeten doen, maar ik haat cheats. Dus... zo doen we. Ik heb geen cheats. Oh crap. Oh crap, mijn health. Mijn health. Oh fuck. Ik kon niet uit. Het probleem is, die mensen schieten dus door mijn auto heen. Is er geen manier voor... oh wacht, ik weet misschien een manier. Het is geen cheaten. Maar misschien heb ik dat zo meteen wel gaan doen. Oh shit, ik moet hier heel snel weg. Ik moet hier heel snel weg. En weet je wat ik ga doen? Dit is gewoon een pro tip van de dag. Even serieus. Wacht, raak ik dan de politie? Nee, dan raak ik gewoon de politie kwijt. Dat weet ik niet. Ik wil de politie niet kwijtraken. Raakt die nou wel kwijt? Je kunt in ieder geval tussen personages switchen. En dan heb je volgens mij weer 100% health. En dan is je auto weer gerepareerd. Die health weet ik niet zeker. Gerepareerd weet ik wel zeker. Maar de vraag is, hou ik mijn politie? Ik wil die politie niet kwijtraken. Dat is helemaal het idee. Als ik nou gewoon die manier doe, dan is het niet leuk. Mijn health is alweer redelijk geregenerate, dus niet zo'n heel groot probleem. Ik moet hier alleen wel tussendoor komen. Auto glijdt weg. Nee! Nog één keer. Oké, dit is fucked up. Heel snel beneden dan. Snel maken, dan gaan we weer naar boven. Nee, niet ondersteboven! Dat zeg ik er niet. Ik zeg naar boven, niet ondersteboven. Dat is wel anders. Gelukkig kan het ding tenminste wel een beetje hier de berg op rijden. Het is niet voor niks nummer. Oh crap, oh crap, oh crap! Oh, die was raak. Dat was een strike. Wacht, waar ga ik nou weer naartoe? Ik moet nog steeds naar de vliegveld van mijn... van Marty Trevor. Oh nee, hij is trouwens zelf. Hij is zelf Trevor. Nou, dan gaan we maar gewoon een U-turn doen. Oké, niet zo snel, want anders valt hij uit elkaar. Geloof me, deze auto valt uit elkaar als ze dat doet. Die was vet. Die was fucking vet. Oké, ik moet eigenlijk even stoppen en even wat drinken pakken. En dan, gewoon in-game dus, hè. En dan kijken we wat health. Maar ik kan sowieso niet uitstappen. Even wat pakken en dan weer verder gaan. Dat lukt niet. Oh shit. Nee, ik moet die allemaal dood hebben. Dat is gewoon iets wat ik moet doen. Nee. Dat is mijn plicht. Dit is mijn plicht. Wat? Nou ja, fuck it. Dan maar niet. Dan maar geen plichten verbrengen. Wat denk je nou? Oké. Oh, die auto van hem ontploft, voor mij niet. Haha, wist ik. Mijne kan dat hebben. Oh shit, mijn held. Holy crap, weg hier. Alsjeblieft, Haley, schiet niet op mij. Schiet niet op mij. Weet je wel, ik ga zo doen, dan kan hij me niet raken. Hoop ik. Ofwel, hij schiet gewoon raak. Oké. Okay. Tegen het verkeer inrijden, dat is altijd goed. Als je ooit van die achtervolgingen kijkt op internet, of op internet, op tv, in de politieachtervolgingen. Dan zijn al die mensen die het langst overleven, die rijden tegen het verkeer in. Dus, mocht je ooit politieachtervolging willen doen, het echt, rijd tegen het verkeer in. Ik zeg niet dat je moet doen, maar als je doet, doe dat. Het overleeft het langst. En je zit trouwens in Amerika. In Nederland, dan rijden ze gewoon weg. Zeg ze, succes. Oké, dus. Volgens mij zetten ze de weg een beetje af. Ik heb nog steeds geen 5 sterren. Hij best wel een daling. Oké, dus. Gewoon erheen. Hoppakee. Check hoe chaos, man. Zie je al die mensen rennen. Dit is vet, man. Dit is zo vet. Ik heb ervoor granaten gegooid. Je ziet er niet veel van, maar dat hoeft ook niet. Ik ben echt benieuwd of ik straks ook... oh, crap. Oh, ik had dat busje moeten pakken. Dat ding is zwaar bepanserd. Ik heb nog steeds maar 4 sterren. In ieder geval, ik ben benieuwd of ik daar ook echt in een vliegtuigje kan stappen en kan ontsnappen. Want... dat lijkt me echt sterk dat dat lukt. Ik kan echt niet in dat vliegtuig stappen zonder dat ik dood ben. Dat kan gewoon niet. Granaten.
Boom! Oké, gewoon helemaal geen boom. Gewoon niet. Oké. Altijd als er zo'n auto staat, hè. Altijd op de achterkant beuken. Want dat is het zwakste gedeelte, zeg maar. Voor zit de motor en alles. En dan heb je een hardere klap. Dus aan de achterkant dan tolt die auto gewoon rond. En dan is er niks aan de hand eigenlijk. Dus tip van de dag. Alweer. Hoeveel tips hebben we vandaag al? Trouwens, ik knip het in episodes. Dus het kan zijn dat dit alweer een nieuw episode is. Dus alweer een nieuwe dag. No way. No fucking way. Dat was zo episch. Alleen nou is mijn auto in de fik. Nou heb ik een probleem. Nou heb ik een heel groot probleem. Nee, stap ook lekker aan de goede kant uit. Nee. Weg. Heli. Pas op voor die heli. Ik moet oppassen, die heli. Oké, dit is het idee. Ik was die power-ups vergeten van Trevor. Zo. Even oppassen. Nou, als ik nou heel slim ben... Nee, laat maar. Mijn power-up is al weg. Kut. Nou heb ik een probleem. Ik kan zeggen, als ik nou heel slim ben, gebruik ik die power-up om heel snel in zo'n ding te stappen. Oh shit. Ik wil even dat mijn health regenerate, anders doe ik dit. Ik doe het. Ik kan niet weerstaan. Ik kan het niet weerstaan. Nee, dat kan niet als je het politieachtje aan hebt. Nee! We failed again. Crap. Oké. Dus. We hebben nog niets van elkaar gekregen om 5 sterren te krijgen. Misschien helemaal op het einde toen ik die hele teleur schoot. Maar volgens mij hebben we het gewoon weer verneukt. Alweer. Hoe kan dit, jongens? Hoe kan dit? Ik krijg niet eens die 5 sterren. Nou, jongens. Ik zou zeggen, waarschijnlijk tot de volgende keer. De volgende keer zal ik die 5-star wand level online gaan doen, waarschijnlijk. En dan met allemaal random mensen erbij. Zullen we zien hoe we dat gaan doen. Want dit is niet zo'n succes, helaas. Ik weet zeker dat het gelukt was, dat mijn auto niet... Dan weet je wel, als die auto langs mij niet ontploft was, was mijn auto niet ook ontploft. En dan was ik niet dood gegaan. Dat denk ik, serieus. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter op alle episodes. Dus ga naar elke video terug en kijk of je een like hebt gelaten. Dat is wel heel... dat klinkt wel heel stom. Een like hebt achtergelaten. En of een like hebt gegeven, kan ook gewoon. Fuck it. Maar in ieder geval, ik hoop het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat dan een like achter. En abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Maar weer. Hoeveel dingen heb ik nou op rij gezet die gerijmd hebben? Volgens mij 4 dingen. Dat is wel vet, hè? Ja. Kan ik wel. Maar in ieder geval, tot de volgende keer. Houden we. Van de update. Dan moet je even in de beschrijving kijken. Er staat een linkje naar Charlie Intel. Daar heb ik het complete... artikel staan en daar kun je het gewoon nalezen. Dan kun je alle punten nalezen die er gepatcht zijn. Alleen de meeste dingen zijn dus niet zo boeiend. Maar er is één ding wat wel boeiend is. En dat heeft te maken met een wapen. En jullie kunnen waarschijnlijk al raden over welk wapen dit gaat. En het gaat over de MSBS. Want de MSBS is een van de meest overpowerde wapens, denk ik wel. Ik weet niet of ik iets vergeten ben, volgens mij niet. Kan ik nog iets secondary color? Oh, daar staat dak natuurlijk. Oh ja, tuurlijk. Een groen dak erop. Nee, we maken dit ook mat zwart. We maken heel deze wagen helemaal mat zwart. Nou is hij fucking epic. Als dit achter je staat, joh, dan ga je echt wel doorrijden. Dan word je bang van zijn auto. De rest had ik allemaal al gedaan. Dus volgens mij is hij compleet. Hij is klaar. Oké. Hopelijk is hij ook een beetje snel zat voor de...